Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, de Formule 1 liefhebbers kunnen weer los, want het 2023 seizoen is van start gegaan. En natuurlijk, alle Formule 1 teams zijn erop gebrand om die felbegeerde rijderstitel en natuurlijk die constructeurstitel binnen te slepen. Maar als er één team is dat gewoon echt alles aan zal doen, dan is het natuurlijk, en jullie zien hier al een straatauto van dat legendarische Formule 1 team, Ferrari. Ze zitten al jaren droog en natuurlijk, hè, zij willen weer eens een keertje de meest begeerde titel in de wacht slepen. Toevoegen aan dat enorme recordhoudende rijtje titels dat ze hebben. Natuurlijk, hè, toen die Formule 1 werd opgericht in 1950, waren zij er meteen bij. En als je kijkt naar alle starts die ze hebben mogen beleven, meer dan 1000, waarvan ze meer dan 800 maal op het podium hebben gestaan. Ze hebben 242 maal een race gewonnen. Dat is bijna een kwart van alle races waar ze aan mee hebben deelgenomen. Ja, dat is toch waanzinnig. Als je kijkt naar het aantal rijderstitel, 15, hè, waarvan meneer Schumacher de meeste heeft binnengesleept. En als je dan kijkt naar de constructeurstitel, wat voor de F1 teams de belangrijkste titel is, want daar verdienen ze het meeste geld mee. Ja, dan zit je op 16 titels. Dus die 17e titel, ja, die willen ze natuurlijk binnenhengelen. Ja, en vorig jaar lukt niet, jaar daarvoor niet, jaar daarvoor niet. Nee, ja, het lukte eigenlijk in de afgelopen 15 keer helemaal niet. En dan hebben we het natuurlijk over die constructeurstitel, hè? Niet die rijderstitel. Want daarvoor moet je nog een jaar extra erbij optellen. Want Kimi Räikkönen, 2007, de allerlaatste keer dat een Ferrari-piloot juist die titel binnenhaalde. Constructeurstitel, 2008. En het scheelde niks of Ferrari had ook die rijderstitel aan zijn, ja, indrukwekkende cv kunnen toevoegen. Die 2008 race, hè? De allesbeslissende wedstrijd was die allerlaatste race in Brazilië. En Felipe Massa dacht eventjes dat hij de nieuwe wereldkampioen was. Maar toen haalde Hamilton die Toyota-rijder in, Timo Glock. Ja, en daarmee ging de droom, ja, viel de droom van Felipe Massa, die viel in duigen. En kon hij niet zich voor de allereerste maal Formule 1 wereldkampioen noemen. Voor Ferrari maakte het eigenlijk niet zoveel uit. Want die had in huis wel die constructeurstitel gewonnen. Maar liefst 8 races in 2008 werden er gewonnen. 8 maal stonden ze op, ja, pole position. Het was wel een heel indrukwekkend seizoen. Ja, en toen dachten ze bij Ferrari dat 2008 seizoen, dat moeten we eigenlijk eren. En die 16e titel van de constructeurs, die moeten we eigenlijk eren. En zo bedachten ze een limited edition. En zie hier, dit is die auto waar het dan om draait. Dit is dan de auto waarmee ze hun, ja, imponerende, ja, portfolio, ja, tot uiting brengen. Die 16e wereldtitel onder de constructeurs. Dit is de Ferrari Scuderia Spider 16M. En dat slaat natuurlijk, Scuderia slaat op renstal. 16M slaat op die 16 maal dat ze die constructeurstitel in de wacht hebben gesleept. Dit is een auto waarmee ze juist dat indrukwekkende record tot uiting hebben gebracht voor hun cliëntelen. Maar ja, niet iedere klant van Ferrari mocht eraan, ja, bijdragen, zo moet ik het niet zeggen, mocht er, zeg maar, in dat feestgedruis werd meegenomen. Nee, slechts 499 klanten, daar moet ik wel even bij zeggen, ongeveer 499 klanten. Hier staat er op dat de limited edition is in een oplage van 499 stuks, maar bij Ferrari weet je eigenlijk nooit hoeveel ze er precies bouwen. Hè? Maar in ieder geval, slechts 499 trouwe Ferrari-klanten die werden meegenomen in dat, ja, in die euforie. In die euforie. Want zij werden dus in de gelegenheid gesteld om deze auto te mogen aanschaffen. Ja, Ferrari maakte er een limited edition van. Terwijl dat, als je op de prijslijst destijds keek, daar stond al een Scuderia op basis van die Ferrari F430, de 430 Scuderia dus. Ja, en dat was een ongelimiteerde versie. Maar voor de allereerste maal, als je dan even kijkt naar die stamboom, waar dan in die Scuderia is opgenomen, dan heb je de
Challenge Stradale, dan heb je die 34 Scuderia, dan heb je die 458 Speciale en dan heb je die 488 Pista. Ja, in dat rijtje was het de eerste maal, dat heb je het over de tweede generatie van die modellijn, dat er ook een open variant verscheen. Ja, en die open variant, dat is deze auto. Limited edition. Want normaal, hè, al die sportieve rijders, die zeggen altijd, ja, maar een sportwagen moet een gesloten auto zijn. Nou, dat is al totaal achterhaald, want tegenwoordig, iedereen wil eigenlijk een open Ferrari. Niet zozeer vanwege de sportwagenprestaties, maar juist om te laten zien hoe succesvol dat je bent. Ja, en dus werd het een limited edition, een unieke uitvoering, gebouwd in 2009 en 2010, gepresenteerd in 2008, vrij kort nadat Ferrari die 16e titel in de wacht sleepte. Maar wat hebben ze nou eigenlijk gedaan? Ja, dat 16M, dat hadden ze eigenlijk helemaal niet nodig om dat, ja, tot uiting te brengen, want deze auto stond sowieso al op de rol. Het was alleen maar mooi dat Ferrari dan die 16e titel binnenhaalde. Dat had nog mooier geweest als die Felipe Massa gewoon, hè, het kampioenschap onder de rijders had gewonnen. Nee, die Ferrari Scuderia Spider, dat model stond gewoon, ja, op de wensenlijst van het management van Ferrari. En die was in ontwikkeling. Alleen door die titel hebben ze nog even een toevoeging eraan vastgeplakt. 16M. En dat embleem, dat zie je op die voorste voorschermen. Hier linksonder dat beruchte mooie plaatje met geel de kleur van Modena, die Italiaanse tricolore, dat stijgerende paard. En dan hier 16M Scuderia in die kleur van waar Ferrari gevestigd is. En dat embleem, dat zie je ook op die achterzijde. Mooi. En dat is een directe verwijzing naar juist die Formule 1 prestaties. Hier F1 Constructeurs World Champions 16-2008. En dan hier weer dat beroemde logo. Kijk eens hoe mooi embleem dat het is. Hoe trots dat ze waren op die 16e wereldtitel. Ja, wat hebben ze dan voor auto gemaakt? Ja, hij volgde het recept van die 430 Scuderia. Dan moet ik gelijk even iets uitleggen. Die 430 Scuderia was de coupé variant. Die was gebaseerd op de F430. Maar voor de 430 Scuderia liet ze die F vallen. Voor deze auto liet ze dat 430 weer vallen. Dus dit is de Ferrari Scuderia Spider 16M. Ja, en dat Scuderia, dat heb ik net uitgelegd, Rennstall 430. Waar had dat dan voor gestaan? En dat zie je hier. Dat is die 4,3 liter motor V8. Hier achterin, hè. Mooi zo onder die glazen plaat, waardoor je die motor zag. Weet je hoe ze eigenlijk op dit idee zijn gekomen om dat motorblok onder een glazen plaat te leggen? En dat was aan Sergio Pininfarina, de design-eigenaar van het designhuis Pininfarina, werd ooit de vraag gesteld. Nou, niet ooit, gewoon meerdere malen. En hij werd er eigenlijk een beetje moe van. Ja, werd altijd gezegd van, zou ik de motor even mogen zien? En dan moest elke keer moest die motorkap, die moest dan open om de motorblok te laten zien. En toen dacht hij, ja, waarom leggen we niet gewoon dat blok, dat mooie, fraaie blok, hè, waar zelfs de designafdeling bij zo'n spreken hun finishing touch over hadden uitgelaten. Waarom leggen we die niet onder een glazen plaat, waardoor mensen hem altijd kunnen zien? En dan hoefde hij en al die andere Ferrari-rijders natuurlijk niet elke keer die motorkap te openen. Vandaar dus onder die glazen plaat. Maar dat motorblok, hè, dat lag ook in die F430, maar niet in dezelfde specificatie. Voor deze uitvoering gaven ze dat blok nog eens een keertje 20 pk extra. Hoe hebben ze dat gedaan? Onder andere door het uitlaatsysteem aan te passen, door het inlaattraject aan te passen, maar vooral het motormanagement, de ECU, aan te passen. Gewoon lekker aanscherpen. 20 extra paardenkrachten. Maar daar bleef het niet bij. Het concept werd nog, ja, verder uitgemolken, wilde ik bijna zeggen. Maar dat zou je kunnen zeggen door hoe ze het hebben gedaan. Want ze hebben er namelijk 80 hele kilogrammetjes aan gewicht uitgehaald. Dus ze hebben hem uitgewrongen, kan ik beter zeggen. En als je dan naar dat interieur kijkt, dan zie je het al meteen. Hè. Die deurpanelen, vervaardigd van carbon fiber. Let ook even hoe dun dat die stoelen zijn. Ook aan de achterzijde dat koolstofvezel. En je ziet ook, hè, als je naar de bodem kijkt, dan zie je daar die platen liggen. Lichtgewicht in plaats van daar een uitgebreide tapijtset, zoals je ook de bekleding ziet aan de binnenzijde van die wielkasten. Ook weer van een lichtgewicht materiaal, zoals je dat ook weer achter die stoelen ziet. Ja, is alles gedaan om die auto lichter te maken. Ik zal even de deur open voor jullie openmaken, want dan kun je het nog beter zien. Terwijl dat deze auto natuurlijk een
open dak heeft. Zo'n elektrisch bedienbare softtop die zich heel compact laat opvouwen en dan meteen achter die functionele rolbeugels laat opvouwen. Ja, let ook even op die rolbeugels, hè. We hadden het net al over carbon fiber. Dat is natuurlijk het geheim van die 80 kilogram reductie. Maar hier op die rolbeugels is het puur design. Daar hebben ze het puur gedaan als afwerkingstrip om dat mooi te laten ogen. Hier draagt het niet bij aan gewichtsreductie. Al heb je hier wel Alcantara bekleding dat weer lichter is. Maar net zoals bij die deurpanelen, daar draagt het echt bij. En vooral bij die stoelen. Ja, als je kijkt naar het concept van deze auto. Hij heeft meer vermogen, hij heeft een lager gewicht. Dat helpt natuurlijk aan de prestaties van die auto. Je ziet het al nu in beeld. Hij heeft hier die F1 transmissie, 6 versnellingen. Maar die bak is natuurlijk ook aangescherpt om het, ja, om het acceleratiecijfer weer verder naar beneden te drukken. Door een andere software, doordat hij sneller overschakelt, hij reageert sneller. Dus dat is een klein verschilletje. Zorgt hij ervoor dat het prestatieniveau toeneemt. Maar als we dan even aan de buitenzijde van die auto rondlopen, dan is het niet zo dat het een FI30 is die je dan gelijk in deze auto herkent. Hij heeft natuurlijk wel de design elementen, maar voor deze auto is die verder verfijnd. De auto is namelijk onder handen genomen om hem ook dynamischer te maken, het rijgedrag sneller te maken. Op dat moment was het ook de snelste open auto. Formule 1 auto's natuurlijk ook open, hè? Maar we hebben het over een straatauto die op Fiorano zijn rondjes reed. Ja, deze krachtpatser is dan, laten we met de achterkant beginnen, dat is makkelijker, daar hoef je niet gelijk naar voor te lopen. Laten we met die achterzijde beginnen. Meteen herkenbaar, meteen herkenbaar als een Scuderia Spider 16M. Niet vanwege dit plaatje. Als je dit plaatje eraf zou halen, dan zie je meteen van, hey, dit is die open variant van die Scuderia. Hoe zie je dat? Nou, alles carbon fiber aan die achterzijde. Dat rooster, dezelfde positie als op een FI30, maar natuurlijk een andere vorm. Moet meer hitte uit die opgefokte motor, uit die V8 motor. Maar dit deel loopt door in carbon fiber, waar je hier normaal zeg maar een soort van plaatwerk hebt. Uitlaateindstukken, niet op die hoeken geplaatst, nee, juist hier naar boven getrokken. Waardoor? Waarom? Nou, daardoor krijg je een grotere diffuser. Althans, de ruimte om die diffuser te monteren. Ja, en je ziet het al, hè, dat heeft weer gewoon effect op natuurlijk, hè, het rijkarakter van die auto. Uitlaten dus hoog gepositioneerd. Dit allemaal carbon fiber. Dit zit op dezelfde positie. Ondanks dat het een andere bumper is geworden. Dit is een rooster. Maar mooi afgesloten, waardoor je het effect hebt dat het rooster is. Dit deel is wel open, waardoor het door, ja, zeg maar over elkaar heen loopt. Hier is het daadwerkelijk open, daar niet. Maar dan oogt het wel als één geel. Aan de zijkant natuurlijk, hè, het specifieke design voor die wielen, die lichtmetalen wielen. Met daarachter carbon keramische remschijven. Op de achteras 35 centimeter in diameter, op de vooras 40 centimeter in diameter. Ja, en als je dan kijkt naar die dorpels, je ziet daar die luchtinlaat, heeft een FI30 Spider ook. Alleen voor deze variant, die Scuderia, is die verder naar buiten getrokken. Andere vorm, waardoor er meer lucht hier naartoe gaat, om ervoor te zorgen dat dat naar de motor gaat en dat die remmen achter, die wat minder koeling nodig hebben dan op de vooras, natuurlijk iets meer lucht krijgen. Ook specifiek voor die Scuderia, carbon fiber gebruikt voor die buitenspiegel. Als je dan kijkt naar die F430, die heeft hier F430 in staan. Dan heeft die 430 Scuderia en dan heeft die Scuderia Spider niet. Maar wel vervaardigd van carbon fiber. Met natuurlijk hier die schildjes. En ik zei het al, hè, die carbon keramische remschijf, 40 centimeter in doorsnee. Op de vooras de behuizing van de koplampen. Ja, natuurlijk toegepast koolstofvezel. En dat zie je hiervoor ook op die lip die hier centraal is geplaatst. Om die lucht onder de auto te glijden. Ja, en deze lijnen allemaal aangepast om weer, zeg maar, meer lucht daarvoor in te krijgen. Deze zijn wat meer recht, meer scherp. Ja, de Ferrari Scuderia Spider 16M. Een cadeautje vanuit Ferrari, omdat zij zelf zo succesvol was. Ja, misschien wel is. Maar toen was
Ze hebben nu al 15 jaar staan ze droog. Dit jaar hopen ze weer die wereldtitel voor de constructeurs en de rijders binnen te hengelen. Het is maar goed dat iemand toen zei, laten we dat vieren in 2008. Want wat ik al zei, ze staan al 15 jaar droog. Is het dan zo dat Ferrari voor een limited edition altijd die constructeurstitel of die Formule 1 titel nodig heeft? Nee, natuurlijk niet. Hè. Het krioelt van de limited editions binnen dat Ferrari modellengamma. Ze bedenken altijd wel iets om weer ons te trakteren op iets heel gaafs. En dan heb ik het over ons. Niet zozeer dat wij het kunnen betalen. Ik helemaal niet. Maar we mogen er wel van genieten. Zoals dit exemplaar van die Ferrari Scuderia Spider 16M. Waanzinnige auto. Lekker dit.